Dus als ze 350 asielzoekersplekken maken en ze krijgen 2500 euro bonus per asielzoeker, dan levert dat 875.000 euro op. Het is een verdienmodel. Die mensen worden hier achter in de rimboe neergepleurd in the middle of nowhere, omdat de gemeente haar zaakjes niet op orde heeft. Natuurmonumenten is in principe verheugd met de beoogde herbestemming van het NERA-gebouw. Verheugd? Toen zijn ook ineens die camera's hier allemaal neergezet. Er wordt een sfeer gecreëerd, alsof de inwoners hier met hooivorken over de straat gaan. Niet alleen de Horstermeerpolder staat op zijn kop door de plannen om een groot asielzoekerscentrum te vestigen midden in Natura 2000 gebied. Toen ik vorige week mijn video daarover online zette, ging die vliegen op de socials, waar die al meer dan 500.000 keer bekeken is. Niemand begrijpt deze plannen. Maar de video stond nog maar net online, of ik kreeg al een melding van de directe omwonenden dat er vrachtwagens onderweg waren naar het NERA-gebouw met bouwlampen en camera's. Mensen zijn ongerust dat de bouw misschien al is begonnen, terwijl er nog niks besloten is. Nou, ik heb even gewacht met filmen tot het donker was, want er is hier zaterdag een vrachtwagen gekomen en die heeft allemaal beveiligingscamera's en bouwlampen gebracht. Dus het ziet er nu al uit als een bouwterrein. Dat staat ook op die beveiligingscamera's. Daar staat iets als beveilig je bouwplaats.nu. En volgens de gemeente is het nog maar een plan in onderzoek en er moet nog van alles besloten worden. Misschien komt het er wel helemaal niet. Nee, het wordt alleen nog maar onderzocht. Maar de omwonenden hier zien dat er al wekenlang ook bomen worden gekapt. Er is allerlei activiteit rondom dat terrein. En nu is het dus in het donker al als een bouwplaats. En dat is echt heel gek. Want dat weggetje hier naartoe, daar zijn ook geen lantaarnpalen. Want er mag hier geen verlichting zijn van natuurmonumenten. Want dat is allemaal heel slecht voor de natuur en voor de dieren die hier leven. Maar het ziet er hier nu wel uit alsof er een UFO geland is. Het is hier allemaal groen verlicht de hele avond en de hele nacht. Dus dat is echt een heel raar verhaal. Toen ik de burgemeester daar op Twitter op aansprak, zei ze: jij zou beter moeten weten. Hoe kan ik beter weten? De gemeente communiceert heel erg slecht. De informatieavonden die belegd waren voor de omwonenden zijn allemaal afgelast omdat het te onveilig zou zijn. Toen zijn ook ineens die camera's hier allemaal neergezet. Er wordt een sfeer gecreëerd alsof de inwoners hier met hooivorken over de straat gaan. Dat is niet zo. Er zijn heel veel vragen. Er is heel veel onrust. Vooral omdat de gemeente zo slecht communiceert. Of eigenlijk gewoon niet communiceert. Als je dan vindt dat die avonden niet belegd konden worden, doe het dan via Zoom. Publiceer dan minimaal wat je daar had willen vertellen. Communiceer op een andere manier. Gebruik je Twitter-account. Weet ik veel hoe je het doet. Maar betrek de bewoners erbij. Maar nu hebben ze het gevoel, er wordt over hun hoofden heen besloten. Er is blijkbaar al van alles besloten. Er wordt hier al een bouwplaats ingericht. Maar er wordt nog net gedaan alsof het niet besloten is. Daar krijg je onrust van. Dit stond hier niet toen ik hier van de week was. Dus dit is hier, ik denk van het weekend al neergezet. Welkom in de kraamkamer van Moeder Natuur. Het broedseizoen is weer begonnen. Met dassen erop, notabene. Dit is dus vlakbij waar ik van de week dat dassenburcht heb gezocht. En daar moet je dus langs rijden op weg naar de bouwplaats. Beetje alsof je in een science fiction film bent beland. Ja. Ja, en daarachter op het terrein staan ook allemaal lampen en camera's. Daar achter het gebouw, daar schijnen ook al allerlei bomen te zijn gekapt de laatste tijd. Nou ja, kunnen de hertjes en de dassen er vast aan wennen? Dat groene licht is dus heel slecht voor de dieren die leven in dit kwetsbare natuurgebied. Ironisch genoeg werden die schijnwerpers hier in het natuurgebied aangezet in het weekend dat Natuurmonumenten opriep om mee te doen aan Earth Hour Day. Ze schreven: wist jij dat ons kleine kikkerlandje tot de meest verlichte landen ter wereld behoort? Er zijn nog maar weinig plekken in Nederland waar het echt donker is. Nou, hier was het wel donker voordat deze schijnwerpers aangingen. En dat groene licht heeft ook nog eens helemaal geen functie. Dat is alleen maar een marketinginstrument van de leverancier van de camera's. Die waarschijnlijk ook nog gewoon een dikke factuur stuurt. Betaald door het COA. Er komen hier ook kinderen te wonen, die moeten naar school.
Ik moest zelf natuurlijk altijd vanuit deze polder naar school fietsen. Eerst naar de basisschool hier in het dorp. En later naar Hilversum, naar de middelbare school. Maar gelukkig niet hier van achteruit de polder over zo'n onverlicht weggetje. Ja, daar moet je toch eigenlijk niet aan denken. Je als kind hier vanuit Syrië of Eritrea over dit weggetje in donker naar school moet fietsen 's ochtends. Ja, er zal wel een busje gaan rijden of zo. Ik ben heel benieuwd naar de positie van natuurmonumenten hierin. Ja, en over wat wij vinden van het initiatief? Ja. Ja, ja. En waar zou je dat voor gebruiken? Is dat voor weer zo'n video? Ja, ja, ik ben bezig met de tweede aflevering van de video. Oh ja, oké. Okay. Ja. Ik ga dat even na en dan kom ik erop terug. Ja, heel graag. Ja? En ik ben ook benieuwd, 2016 was het bestemmingsplanwijziging van de hele Hoogtemeerpolder. Ja. En in die bestemmingsplanwijziging is al de bestemming van het NERA-gebouw uitgebreid. Dus vanaf dat moment mag er daar al meer. En in 2020 is er een heel ambitieus bouwplan geweest. Dat was een Amerikaanse investeerder. Die wilde daar een groot hotel neerzetten. Ja. De maquettes en de bouwtekeningen daarvan, die zijn ook heel makkelijk op internet. Hoe wij daar toen op gereageerd hebben. Ja, hoe jullie daar toen... Wat onze positie toen was. Ja, ja. Eigenlijk begrijp ik van de gemeente dat wat jullie of wij als omwonenden er nu nog van vinden, is eigenlijk niet zo interessant, omdat die bouwvergunning al is afgegeven in 2020. Dus die gemeenteambtenaar zei tegen mij, Jan Hermsen kan gewoon vandaag beginnen met bouwen, want er ligt gewoon een bouwvergunning om daar een heel groot pand neer te zetten. Een verdubbeling van het huidige pand. Dus toen dacht ik, ja, daar hebben jullie dan toen eigenlijk natuurlijk ook al iets van moeten vinden, neem ik aan. Dat is een goede vraag. Ik heb geen idee. Ik ga het na en dan kom ik erop terug. Hey, hallo. Hallo, hallo. Ik heb je intussen even wat gemaild. Oh. Dat heb je, dat heb ik pas net gemeld hoor. Maar ik heb kort even onze reacties gemeld en ook een reactie die wij in 2020 hebben gestuurd aan de gemeente op de omgevingsaanvraag. Oh, interessant. Dus dat zit daarbij. Even kijken. De beoogde locatie is geheel ontsloten door Natura 2000. Herbestemming van het NERA-gebouw moet volgens Natuurmonumenten passen bij de omgeving. In 2020 hebben wij een reactie gegeven op de aanvraag van de omgevingsvergunning. En dat is die PDF die erbij zit. En die was van dezelfde strekking toen? Daar hebben wij ons ook onze zorgen uit. En er was ook een slecht onderzoek gedaan naar de effecten op de natuur. Maar het ging ook in op het parkeren en de verstorende werking van het verkeer, et cetera. Maar ik begreep van de gemeente dat die vergunning toen wel, die bouwvergunning is toen wel afgegeven. Dus ondanks jullie bezwaren blijkbaar. Ik weet dat het plan is teruggetrokken. Maar door de financiers. Die hebben, want het was een Amerikaanse investeringsclub, begreep ik. Mm-hmm. En die hebben uiteindelijk dat toen niet doorgezet. Want toen kwam er corona. Of er was al corona, weet ik veel. Maar in ieder geval toen zagen zij niet meer voor zich dat dat businessplan gehaald zou worden. Maar die bouwvergunning is wel afgegeven. En toen vroeg ik ook aan de gemeente van... Maar heeft dan Natuurmonumenten daar niet... desnoods zou je naar de rechter kunnen stappen of wat dan ook. Je kunt natuurlijk dingen doen om zo'n vergunning tegen te houden. Maar dat hebben jullie dan blijkbaar toen niet gedaan. Nou, wij hebben deze reactie gestuurd. En wat ik begrijp is daarna het plan van tafel gegaan. Dus dit is wat wij gedaan hebben, zeg maar. Ja, maar dat plan is van tafel gegaan omdat die investeerders uiteindelijk dat niet doorgezet hebben. Maar die bouwvergunning is alsnog wel afgegeven. En op basis van die bouwvergunning mag dus nu ook dit neergezet worden, zegt de gemeente tegen mij. Ja, dat ben ik niet van op de hoogte. Dat weet ik niet. Dus jullie hebben nu al aan de gemeente laten weten, wij zien dat niet zitten, dat asielzoekerscentrum op die plek. Maar stel nou dat de gemeente zegt, ja, maar er ligt gewoon een bouwvergunning en op basis daarvan kan het gewoon. Laten jullie het daar dan bij? Of zijn jullie dan ook bereid om bijvoorbeeld naar de rechter te stappen of iets anders te doen? Nou, daar moeten wij ons op beraden per stap. Daar kan ik nu geen uitspraak over doen. Maar dat ligt wel in de lijn van acties die jullie gewend zijn te nemen? Of is dat überhaupt niet hoe jullie het doen? Nou, dat wisselt. Daar moeten we ons op beraden wat eventuele volgende stappen zijn. Ik kan me voorstellen dat er ook voor jullie straks weer een nieuw moment is om in actie te komen. Ja, daar gaan we ons op beraden wat we gaan doen eventueel.
Ja, of precies. Maar voor nu is jullie standpunt dus, ja. wij staan hier niet achter een asielzoekerscentrum van die omvang op deze locatie. Zoals ik dat schreef inderdaad. Ja, oké, okay, helder. Ja. Weet ik voor nu genoeg. Dankjewel. Oké, okay, prima. Dag. Hoi. Nou, ik heb die mail dus hier van Natuurmonumenten. Daar staat: Natuurmonumenten onderschrijft de maatschappelijke noodzaak voor het huisvesten van asielzoekers. Maar wij maken ons op de locatie van het Nera-gebouw ernstige zorgen over de verstorende effecten op de bestaande natuurwaarden en de toekomstige natuurontwikkeling. De beoogde locatie is geheel ontsloten door Natura 2000-gebied, kwetsbare en Europees beschermde natuur. Herbestemming van het Nera-gebouw moet volgens Natuurmonumenten passend zijn bij de omgeving. Dit is nu een mailtje aan mij. Ik neem aan dat ze dit ook aan de gemeente hebben gestuurd, maar zo niet dan. Nou, bij deze. Dit is de reactie van Natuurmonumenten. Inmiddels heb ik dus ook die reactie kunnen lezen die Natuurmonumenten gaf in december 2020 over dat enorme bouwplan, hè, voor dat wellness resort, dat hotel. En dat is wel heel opmerkelijk. Want wat staat er in de eerste alinea van de 5 pagina's die zij aan de gemeente hebben gestuurd? Natuurmonumenten is in principe verheugd met de beoogde herbestemming van het Nera-gebouw. Een bijzonder cultuurhistorische parel in het Vechtplassengebied. Verheugd? Maar in 2007 moest het nog gesloopt worden en teruggegeven aan de natuur. Wij hebben gezorgd dat het gered is. Een stichting Behoud Nera-gebouw opgericht. De monumentenstatus verkregen. Want anders was het hier gewoon een wildernis geworden. En nu is Natuurmonumenten verheugd dat daar een enorm hotel gebouwd gaat worden. Verheugd omdat het een bijzondere cultuurhistorische parel is. Een cultuurhistorische parel die zij wilde slopen. Wat is er gebeurd tussen 2007 en 2020 in de hoofden van de bestuurders bij Natuurmonumenten? Maar vervolgens hebben ze nog wel een heel aantal vragen. Nou, dat gaat dan over 5 pagina's lang door. En dan zeggen ze in deze brief de omvang van de accommodatie, 80 hotelkamers. Dat stond dus in dat plan, 80 hotelkamers, is groot gezien de in het gebiedsakkoord opgenomen ambitie om tenminste 50 hotelkamers te realiseren. 80 hotelkamers, maar nu komen er 350 mensen wonen. Dus dat is nog heel veel meer dan die 80 waar ze toen al wel een bezwaar tegen hadden, ook al waren ze enthousiast over dit plan. En dan zeggen ze, het huidige Nera-gebouw is zeer groot en biedt de mogelijkheid voor 80 hotelkamers. Dus waarom moet dat hele grote gebouw daarachter neergezet worden? Goeie vraag, want ook dat gaat nu weer gebeuren. Dat enorme gebouw wordt niet gebruikt om die 350 asielzoekers op te vangen. Nee, er komen daarachter allerlei gebouwen. En niet de mooie gebouwen die architect uit Loenen had getekend. Nee, allemaal keten. Het wordt een soort veredeld woonwagenkamp. Daar gaat de polder nou niet echt van opknappen. Ik zal deze hele pdf, deze 5 pagina's, even publiceren op mijn eigen site, mariannezwageman.nl, zodat iedereen hem kan lezen. Er staan allerlei afwegingen in. We hebben nu dus 2 vraagtekens. Natuurmonument is in principe wel tegen een asielzoekerscentrum op die plek, maar ze waren wel voor een heel grootschalig hotel. En de gemeente Weidemeren. Waarom willen zij op deze plek zoveel asielzoekers, terwijl ze volgens die spreidingswet die eraan zit te komen van Erik van den Burg, de staatssecretaris, hoeven ze maar minder dan 100 asielzoekers op te vangen. Maar ze zeggen, kom maar door met 350 asielzoekers. Waarom is dat? Het antwoord op die vraag komt van de wethouder Maarten Hoelscher. Die zit namens de Partij van de Arbeid en GroenLinks in het college van de gemeente Weidemeren. En hij schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat de financiële regeling vanuit de overheid een overweging is om dit te willen. In die nieuwe spreidingswet van staatssecretaris Van den Burg, die overigens nog aangenomen moet worden, zit een financieel beloningssysteem. Als je als gemeente vrijwillig meer dan 100 asielzoekersplaatsen maakt voor meer dan 5 jaar, dan volgt daar een beloning. En dat is geen misselijke beloning. Dat is €2500 bonus, vrij besteedbaar. Dus je krijgt alle kosten vergoed die je moet maken voor die asielzoekers. En daarnaast krijg je gewoon per plek ook nog eens €2500 bonus. Dan zou je denken, nou, dat is toch niet zoveel, moet je het daar nou voor doen? Maar dan moet je even kijken naar de begroting van de gemeente Weidemeren. De gemeente Weidemeren is een noodlijdende gemeente die zelfs onder curatele van de provincie staat. Die hebben in de begroting van 2023 een tekort van bijna €2 miljoen. Dus als ze 350 asielzoekersplekken maken en ze krijgen €2500 bonus per asielzoeker, dan levert dat €875.000 op. Zo cynisch is het.
Het is een verdienmodel. Die mensen worden hier achter in de rimboe neergepleurd in the middle of nowhere, omdat de gemeente haar zaakjes niet op orde heeft. En dan moeten we het nog even over de wethouder hebben. Maarten Holscher. Waarschijnlijk had hij een half jaar geleden nog nooit van Neder-Ostenberg gehoord, laat staan van de Horstermeerpolder. Hij was wethouder namens de Partij van de Arbeid in de gemeente Huizen. En toen zijn partij daar zo klein werd dat hij geen wethouder meer kon zijn, is hij hier wethouder geworden. Die man heeft dus geen enkele binding met dit dorp. En deze Maarten Holscher heeft, toen hij nog wethouder was in het dorp waar hij woont, in Huizen, heeft hij hetzelfde trucje uitgehaald. Hij heeft daar zo'n asielboot af laten meren. Dat is die asielboot die later naar Velsen is gegaan. En daar zaten 200 asielzoekers op. En nu zegt hij in het weekblad van Weidemeren: met deze locatie komt er nu een kans iets te kunnen doen voor een groep zeer kwetsbare mensen. De ontheemden die in Nederland aankloppen en de uitkomst van hun procedure afwachten, hebben al veel moeten doorstaan. Zij verdienen een waardige opvang. Daar doen we het vooral voor. Nou geloof ik best dat bij deze Maarten Holscher dat de daadwerkelijke motivatie is om die mensen hier naartoe te willen halen. En veel minder de financiële perikelen van de gemeente waar hij nog maar net aan is komen vliegen en waarschijnlijk over een paar jaar weer lekker uitvliegt als hij weer ergens anders wethouder kan worden. Maar deze meneer trekt nogal een grote broek aan. Als we even kijken naar de uitslag van de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2022, dan won hier vooral de lokale partij. Alle andere partijen verloren. En de Partij van de Arbeid GroenLinks staat op de vierde plek, bijna gelijk met de VVD. Deze meneer praat voor mijn gevoel helemaal niet namens de inwoners van deze gemeente. Zeker als je kijkt hoe de inwoners van Weidemeren hebben gestemd tijdens de laatste verkiezingen van deze maand, toen het om de Provinciale Staten ging. Ook hier in dit dorp is BBB de grote winnaar, gevolgd door de VVD en door JA21. En dan pas komen we bij GroenLinks en de Partij van de Arbeid, die echt geen zeteltjes hebben gewonnen hier. Dus meneer Holscher kan hier wel een enorme humanitaire riedel op komen hangen als ingevlogen wethouder, maar hij praat helemaal niet namens de inwoners van de gemeente Weidemeren. Het wordt net als in de landelijke politiek in deze gemeente is tijd dat de echte volksvertegenwoordigers opstaan. De mensen die namens het volk praten. En die opkomen voor de belangen van de mensen die echt in deze gemeente wonen, die hier geworteld zijn en die hier niet alleen maar even inkomen vliegen om hun carrière te redden.